Oh, wat een kerel. Hey! Jongen, afscheid nemen. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En het is vandaag alweer vroeg. Ik ben onderweg naar de sportschool, want ik ga weer een keertje sporten. Het is een hele lange tijd geleden. Maar goed, wat ik altijd al zeg, je hoort het aan mijn stem. Het is nog vroeg. Ik moet nog echt helemaal op gang komen. Ik kom ook iets te laat mijn bed uit, omdat ik was gewoon heel erg moe vanochtend. Ik dacht van, oh, ik ga lekker nog even blijven liggen. Toen dacht van, oh nee, kan niet, want Heren staat op mij te wachten. Maar we gaan niet alleen sporten, maar op de sportschool is een leuke verrassing. Hidde die heeft namelijk een nieuw hondje gekocht. Een puppy. En het is echt een schatje. Ik heb een foto gezien en het is echt een heel erg leuk beestje. Dus hopelijk is die er ook. Hij heet Guus. En ik ben heel erg benieuwd. En daarna ga ik samen met Willem richting Rotterdam om mijn overige spullen op te halen bij Gio. Dus dat wordt ook hartstikke grappig, aangezien we allemaal dingen uit elkaar moeten gaan schroeven. Busjes moeten volladen. Oh, oh, oh. En ik ben al niet zo goed in verhuizen en dat soort dingen. Maar goed, we gaan het zien, we gaan het zien. Dus het wordt een leuke, drukke dag. Jongens, ik ben 6 minuten te laat. Shit. Hey! Hey! Gozerd! Hallo! Hey! Goedemorgen! Waar is de grote verrassing? Ja, kijk, serieus, mijn rij die zegt dus. Ja, ik kom om 9:45, want Vincent is toch altijd te laat. Ja. Het is ook zo. Ja. Ik zet even mijn auto neer. Niek. Niek, nee. Ik heb een wapen. Nee, nee. Nee, stop. Hoe lang heb je al niet gesport? 2 maanden. 2 maanden? Zit er nog wel wat? Ja, ja. Zit zeker nog wel wat, maar... Zo. Kijk, ik zit daar dik ook nog wat? Ik word niet dik, Vin. Jij moet sporten, maar je anders dik wordt. Ik word ook niet dik. Wacht even. Wat zeg jij nou? Wat zeg jij nou? Godverdomme. Iedereen in je omgeving zegt altijd dat je dik wordt. Weet je wel, en daarom sport jij, als niemand dat zegt. Ik weet het niet, maar dat luxe leventje voor jou met het gekke gezuik van je en het gevreet van je. Is toch ook niet oké, of wel? Nee. Maar komt het dan ook niet een heel klein beetje door jou? Hoor je nog gewoon wat die... Hoor je nog gewoon wat die... Jij zegt nu dat jij dikker wordt door Hidden. Nee, dat is niet waar. Nee, we hebben afgesproken, vanaf vandaag ga ik letten op mijn eten, ga ik veel sporten. En ga ik weer helemaal strak worden, toch Hit? Hey, luister, eerst... We gaan weer terug naar dit. Nu was er een foto in beeld, zeg maar, dat we naast elkaar staan. Ja, we moeten gewoon... We gaan trainen! Kijk eens wie daar aankomt lopen, de grote verrassing van de dag. Guus! Oh, wat een kerel. Hey! Oh, wat is hij klein! Oh, wat is hij klein! Hij is 9 meter. Hey! Oh, hij gaat je ook likken! Nou, gefeliciteerd jongen, hé. Gefeliciteerd met jullie kind. Nee, gaan we nog sporten ook, of... Jop, ongusje. Kom maar, wil je melk? Kom maar even. Gaat die lik aan mijn tepel. Oh, wat een schatje. Als je hard zuigt, komt er misschien wat uit. Maar niet aan mijn tepel. Zo, ik kan echt. Hallo. Ja. Dit ding zat hier vast en ik zat hier met zijn voet op. Niet drijven naar het licht. Oh, oh, gaat het niet? Fijn. Ja, snap ik. Zo. Ja, Niek die stond zeg maar hier, moest een pull-up doen. En dan ging hij erop staan en hij liet het ding zo los. Zo ding op zijn gezicht. Zo, je ziet het heel heftig. Ja? Pik, kijk eens hier in het licht. Ah. Oh. Oh, blijf staan. Ik zie het niet. Wil ik het zien? Ja, het is net alsof hij gewoon een soort oorlogsstreep zo gemaakt heeft. Ja. Oh, Jopie. Komt goed, jongen. Ik wil het zeggen, heb je wel gelijk. Wat ben jij ook een idioot. Abonneer. Niek doet altijd bij dit soort oefeningen met zo'n elastiek, doet hij voor de grap, laat hij dat ding los, dat hij net zoveel pijn heeft. Maar hij schoot vol in zijn gezicht. Heel zijn gezicht rood. Ja, hij gaat wel weer gelijk door. Maar kijk jongens, zo gebeurde dus. Hij stapte af en toen baf in zijn gezicht. Nee, ik durf niet meer. We zijn klaar met sporten en we hebben het overleefd. Nou ja goed, allemaal hebben we het niet overleefd. Oh, Jopie toch. Is dat beter geworden? Het is nog wel heel erg groot. Maar goed, Jopie, ik vind dat je goed hebt getraind. Jij ook. Nou, ik echt.
fris gekregen? Nou, na 2 maanden lang. Ja, oké. Okay. Ik vond het goed. Okay. Dag Jopie. Dag. Succes met Gio, hè? Dat komt helemaal goed. We gaan even allemaal spulletjes weghalen. Ja. Want waarom woon je ook in Nieuw-Wem? Die hebben ruzie, toch? Ik heb dat in de vorige video uitgelegd. Oh. Weet niemand dat je er echt ruzie hebt? Jongens. Ik maak een grapje. Hij maakt maar een grapje. Psst. Hey, niet filmen. Sorry. Hey, niet filmen. Ja, sorry. Hey, ja, doe even rustig. Weg met die camera. Ja. Ja, sorry. Ja. Meestal ben ik niet. Ik word niet echt geaccepteerd. Hey, ook niet op de gang. Ook niet op de gang. Ga weg. Ga zo buiten, man. Nee, maar ik heb Willem nodig. Ik heb een sterke jonge man nodig voor tillen van bureaus. Niet iemand met. Die last van zijn hart heeft. Die wel rustig gaan. Nee, jij hoeft niet mee. Ik wil Willem graag mee. Willem, ga even mij een voor terug. Liefde. Een knuffel. Van? Wordt er vooraf naar keus. Ja, okay. We gaan op pad met de Perlabus. En ik ben heel erg benieuwd of het allemaal gaat passen. Ik moet een bureau ophalen, een bank, nog een behangrol en nog een paar andere losse spulletjes, kleding en zo. Dus ik ben echt benieuwd of het hierin gaat passen. Maar anders dan moeten we iets anders vinden als oplossing. En ik denk dat het wel goed gaat komen. Ik ga daar gezellig met Willem heen. Wil, ga lekker zitten. Thanks. Kinderzitje. Ja? Zit je goed? Ja, doe maar dicht. Oké. Okay. Let's go. We zijn aan het schakelen. Hey, heerlijk, gaat best lekker. Hier, remmen. Terug naar z'n 2. Hoe lang heb je dit dan niet gedaan? Lang. Hier, daar gaan we. Hier. Wat een power, man. Besef, we moeten nu gewoon meer dan een uur lang rijden in deze bus naar Rotterdam. En ik ben ook echt benieuwd of het gaat passen. Ik weet niet of het gaat passen hoor. Ik weet het ook niet. Wat moet je allemaal meenemen? Veel. Okay. Bureau, kleding, bank, behang, rol voor mijn rap. Oké, we gaan het zien. We gaan het zien. Ja, daar zit je dan. Zonder cruise control, op een trajectcontrole. Oh, ik vind het zo irritant. Ik moet nu weten, zeg maar, mijn voet precies goed houden dat ik 100 rijd. Want als ik harder rijd, dan krijg ik een boete. En dat willen we niet. Dat willen we niet. Oké, Wil, ik heb een vraag. Ja. Met wie denk jij dat ik ga samenwonen? Danny? Nee. Ja. Wat 3 keer raden. Ruben? Weet ik niet. Oké. Gio. Ik ga met Gio samenwonen, let's go! Yes! Nee. Ik heb vorige keer gevraagd met wie denken jullie dat ik ga samenwonen. En niemand heeft het volgens mij nog goed geraden. Niemand. Nee, volgens mij niet. Ik ga nog zo even checken, maar volgens mij heeft het niemand goed geraden. Maar ik ben nog steeds benieuwd. Met wie denken jullie dat ik ga samenwonen en waar? Dat is ook een hele leuke. Zo, even een tussenstop bij de Starbucks. Even een koffietje halen. Zo, trouwens grijze lucht. Ik hoop niet dat het gaat regenen zo. Tot nu toe gaat het fantastisch met schakelen, jongens. Mijn vorige auto was natuurlijk wel een schakel. Dit is een diesel ook. En diesel schakelen best wel makkelijk, gelukkig. Maar ik ben nu al heel lang gewend aan een automaat. Maar het gaat eigenlijk best wel lekker eigenlijk. Maar goed, alleen het is jammer dat er geen cruise control op zit. Want op zo'n trajectcontrole zonder cruise control is best wel vermoeiend. Maar we zijn flink onderweg. Nog een half uurtje en dan kunnen we. Nou jongens, we zijn begonnen met gezond eten. Dus let's go. Is dat slim om te doen of niet? Dit is heel lekker. Toch? Ja. Nee, mag niet. Kijk jongens, ik heb alleen een watertje. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik vanaf vandaag eventjes gezond ga eten. En dan gewoon voor 3, 4, 5, 6 weken lang alleen maar gezonde keuzes gaan maken. Veel sporten. Kijken of mijn dikke pens er weer vanaf kan. Nou oké, ik ben niet dik. Maar ik ben wel wat aangekomen. Dus ik ga gewoon eventjes gezond doen. Veel sporten en kijken wat er gebeurt. Kijk eens waar we zijn. Zo jongens, dit is lang geleden. Maar we zijn er. Ja. Ik weet wat je aan het doen bent. Oké, ik weet wat je... Nee, wacht. Ik weet wat je aan het doen bent. Ik zag het in je story. Oké, als je nu niks zegt, dan mag ik je Ferrari hebben. Deze is wel heel leuk hoor. Nou, ik pak de sleutels. Ik pak ook de sleutels. Maar wel lekker rustig zo. Jij mag dus de hele dag niks zeggen. Hey, wel fijn man. Ja, hou je bek. Oké. Hou je bek. Hou je bek. Eigenlijk, je hebt toch zo'n app. Je hebt toch zo'n app die zeg maar alles gaat voor je gaat vertalen als je het gewoon. Oh, dan kut, dan moet je het ook erin spreken. Ja, dat is natuurlijk ook. Het is echt, ik heb een buik neer, maar het was echt een fucking idee.
Driffootje, mijn grote vriend. Oké, jongens, mijn kamer. Het geluk al was dat Jare dit in een tas had gedaan. Dus dat is helemaal top. Alleen, het bed gaat dus niet mee. Het enige dat ik mee moet nemen is mijn bureau, mijn bank en alle losse spullen. Ah, thanks. Voor de mensen die het zeg maar nu nog niet door hebben, Gio mag de hele dag niks zeggen. Hij mag alleen maar gebarentaal doen en gewoon een mogol. Oh. Dit is wel heel leuk. Ik ga het gewoon blurren. Is deze condoom voor jou? Ja, die is voor mij. Ik bedoel deze. Oh, dus. Of die. Oké, eerst alle kussens eruit. Oh ja, deze ook. Hey. Daar gaan we. Oh jongens, we hebben een klein probleempje. De bank past er niet in. Wil, hoe gaan we dit doen? Door midden. Zagen we hem eerst door het midden en dan dat we hem dan daarna weer vastlijmen? Ja, ik weet niet, hoe gaan we dit doen in godsnaam? Nou ja, we gaan wel iets bedenken. Blijf zitten. Goed zo. Gio, ik neem Piff niet mee. Oh, God. Oh. Sorry. Ja, dat is sorry. Oh, ik zei al, dit gaat echt een hele moeilijke dag worden. Waar raakte ik je? Ja, oh, sorry, Phil. Kom maar, Piff. Kom maar. Nou, hij wil blijkbaar wel blijven. Kom maar, Piff. Nee, niet aan de bank vasten. Oké, we hebben een oplossing. We zetten hem gewoon zo in. We hebben een spanband mee. En dan doen we hem gewoon zo vast. Ja, joh, hier kunnen we makkelijk 130 mee. Toch, joh? Wacht even hoor, hij moet even zijn ding. Let's go! Is je sneak heet? Oh, is je sneak heet, Willem? Wil, ik moet zeggen, we zijn een goed verhuisteam. Ja, dit gaat goed. Dit gaat de goede kant op. Hoeveel hoofdpijn heb jij gemaakt? Door mij? Hoe heb je hoofdpijn door mij? Weet je hoe goed ik ben in logistiek? Oké, dan gaan we weer. Gio, wat zei je? Wat? Ben jij een mogol? Hoorde je ook dat hij zei dat hij een mogol was? Pik, je kamer helemaal nat! Pik, helemaal kapot! Oh, we zagen jullie staan en dachten dit is onze kans. Fuck, Wil. We moeten stiller zijn. Oké, we maken progressie. De bank is weg. Het bureau is al weg. Deze doos moet er nog in. En die stoel moet er nog in. Maar het is al wel aardig vol in de bus. Dus ik ben benieuwd of het gaat lukken. Ik hoop van wel. Maar daar gaan we dan. Let's go! Bijna alles zit nu in de auto. Maar ik heb het echt bloedje heet. En ik heb echt een hele droge keel. Dus Sniff, wat gaan we doen? Oh, sniffen, pushen. Hey, Wil, zullen we hem gewoon meenemen? Is goed. We nemen hem gewoon mee. Doe onder shirt. Ah, Sniff. Ik ben nog een paar uur bij Gio en heel mijn shirt stond weer vol met haren van deze drerry. Ja. Oh, mag wel hoor, Sniff. Bijna alles zit nu in de auto. Alleen we hebben nog 3 lampen die erin moeten. Alleen het probleem is, die lampen die zijn van glas. En ik wil niet dat die lampen kapot gaan, dus ik moet, ja. Jongens, dit wordt wat. Ook als we alles weer moeten verhuizen straks. Man. Hey, Wil, ga je me ook helpen als ik alles weer moet verhuizen in mijn nieuw huis? Tientje. 11,50. Deal. Deal. Heb je echt nog niks gezegd vandaag? Nee, hè? Hey, Aal. Yo. Als Gio nu niks zegt, dan mag jij zijn huis hebben. Oh. Ja, chill. We kennen je niks straks. Ja, dat is het. Ja, dat doe ik het aan. Oh, maar erger dan de schok. Oh, ik hou echt niet van schoon. Dit gaat fantastisch, Wil. Fijn om te horen. Hij is vol. Wil, het is ons gelukt. Maar gedaan. Het is ons gelukt. Zijn we nog op tijd? We moesten eigenlijk om 5 uur terug zijn. Het is nu
Half vijf. Dat gaat ons niet lukken. Maar goed, we gaan nu terug naar de zaak. Gaan alles neerzetten. En dan, ja, de auto weer terugbrengen. Tio. Ik heb nu officieel al mijn spullen weggehaald. Eindelijk. Feesten. Nou, feesten doe jij niet meer, hoor. Ja, lach maar al. Wil? Let's go. Rij jij dan? Dan rij ik zeg maar met... Ja, is prima. Komt goed. Jij zei niks. Toch? Oké, let's go. Zo, de bus zit vol. Jongen. Afscheid nemen. Nee, we hebben alles. Volgens mij hebben we alles, behalve de bureaustoel. Die kom ik een keer later ophalen. Maar goed, we zien elkaar vaak genoeg nog. Next year. Oké, hij zit vast. Hij gaat niet helemaal dicht, maar dit moet goed komen. Ik heb hier vertrouwen in. Jawel, Wil, jij ook. Zeg nou even, jij hebt hier vertrouwen in. We gaan weer terug. Let's go! Oh, hij geeft aan dat de achterbank open staat. Ja, doe hem even dicht dan. Wat? Ja, dat gaat niet. Ja, maar dat gaat dus gewoon niet. Ik kan het wel proberen. Ja, maar dat kan toch niet? Die bank zit daar gewoon helemaal vol. Ja. Ik ben echt bang dat ik ergens iets buiten laat staan of zo. Nee, volgens mij niet. Nee, we hebben alles. Oké. Nou, let's go! Doe toch wat met me, weet je wel. De laatste keer dat je daar al bent geweest, heb je spullen opgehaald, sta je ook nog in een godverdomme file. Nee, ik wil het toeteren, maar ik doe het nog niet. Hé, hey, de achterbak staat open, hoor je dat? Zet de achterbak open? Volgens mij staat de achterbak open. Fuck. Ik moet even dicht doen. Zou ik het doen? Spring even uit. Zo, we zijn veilig aangekomen en is er iets uitgevallen? Even kijken. Nee, Wil. Nee. We hebben het gehaald. Meen je dat dan? We did it. Als het goed is Ruben hier nog binnen op de zaak. En die gaat ons eventjes helpen met alle spulletjes hier naar binnen helpen. Want het moet tijdelijk eventjes hier staan voordat ik het nieuwe appartement in kan. En in de tussentijd laat ik het gewoon hier lekker staan. En ja, dus ik ga eventjes aankloppen en dan gaat Ruben ons helpen. Wat hoor ik nou? Ruup, we hebben het gehaald. Ja, goed man. Zonder dat er iets uit is gevallen. Dat weet je nog niet, misschien is wel iets gevallen. Nee, er is niks gevallen. We zijn helemaal safe. Hé, maar alles zit erin. Alles. Helemaal gelukt. Behalve de bureaustoel, voor de rest alles. Niet alles dus. Nee, dat is waar. Niet alles. Nee. Alles erin. Ja, alles. Nee, behalve de bureaustoel. Alles behalve de bureaustoel. Trouwens, moet je eens even kijken hoeveel kleding ik hier nog heb. Schoenen, pakken, allemaal truien, shirts. Niet normaal, jassen nog allemaal. Bizar. Ik ga even wachten. Oh, sorry. Ga gerust verder hoor. Het zijn jouw spullen. Nou. Alle troep is eruit. Ik ga nu deze troep weer erin doen, mee naar huis nemen. En dan ga ik vanavond deze bus denk ik terugbrengen. En dan omruilen voor mijn eigen auto. Dit erin en dan lekker naar huis. Willem, we hebben het goed gedaan vandaag. Goed werk. Het is Wimmelen voor jullie ook en voor jou. Ruup. Ja? Met wie denk jij dat ik ga samenwonen? Ja, zo'n YouTuber of zo. Een YouTuber? Ja. Gewoon iemand die een beetje video's kan maken. Ja. Oké. Willem die dacht Danny. Is dat een optie? Is het Danny, jongens en meisjes? Dames en heren, jongens en meisjes? Nee. Nee, ik denk het niet. Nee, het is ook Sam. Niet Danny. Sam? Met Sam. Ja, Sam. Sam Postema. Ja, met Sam. Hij zoekt ook een huis namelijk. Oké, nee, we laten het open. Laat het open. Zo, het zit vol. Ah, en we gaan naar huis. Oh jongens, ik heb nu tijdelijk al mijn spullen hier gezet. Maar echt, ik hoop echt dat ik snel mijn nieuwe appartement in kan. Want dit kan echt niet zo hier op mijn kamer. Het is echt één grote bende. Maar goed, ik ga nu lekker douchen. Want ik ben helemaal bezweet van al het tillen omhoog. En het tillen bij Gio thuis. Alles het busje inzetten. Maar het is allemaal gelukt, behalve de bureaustoel. Ik ga de vlog afsluiten. Dus vond je nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.